De Nationale Assemblée heeft gisteren de serie workshops DNA op weg naar een digitale Surinaamse overheid, Government 2.0, voortgezet. Volgens assembleevoorzitter Jenny Simons zijn deze workshops nodig om erachter te komen wat de regering doet op het gebied van ICT. Het is volgens haar ook belangrijk om te weten wat op dit moment gaande is in de ICT-wereld. Simons zei verder dat de belangrijke vraag is hoe de regering de nieuwe ontwikkelingen van ICT in haar beleid zal toepassen. We hebben zelfs van de president intussen gehoord dat de regering een aantal ICT-projecten heeft. We kenden al een paar en we hebben intussen ook de wet Digitale ID binnen, die onze commissie Binnenlandse Zaken al bezig is te behandelen. We krijgen straks de begrotingsbehandeling. Het doel van vandaag is dus dat de Nationale Assemblée zich goed laat informeren over wat op dit moment loopt aan ICT-projecten bij de overheid. Wat de overheid in gedachten heeft misschien om verder te doen, of de problemen die de overheid ziet, de regering ziet, en die mogelijkerwijs met ICT-oplossingen zouden kunnen worden aangepakt. Daar gaan we eerst naar luisteren. En als u technische vragen heeft, dan horen de presentators het. Maar een belangrijk deel van de vergadering van vandaag is dat we dan met elkaar gaan kijken naar wat we zouden kunnen doen om de verschillende projecten die overal zijn opgestart inderdaad te maken tot een geïntegreerd e-gov-programma. Hallo Jennifer Geerling-Simons, vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken en de NVEBS hebben enkele presentaties verzorgd. Ze hebben onder andere aangegeven dat zowel de overheid als de parastatale bedrijven bezig zijn hun netwerken te digitaliseren. U hoort Melvin Renfrum van BISA en Ernie Wakijan van EBS. We zijn ook gestart met onze app. Dat was eigenlijk om eigenlijk wat dichter bij het volk te komen, dus bij de Surinamers en de mensen die vaak genoeg gebruik maken van de diensten van CJB, hebben we dan een app ontwikkeld. De app hebben we gedaan omdat vaak genoeg mensen niet wisten wat ze allemaal moesten meenemen als ze komen naar CJB of voor het afhandelen van hun zaken, bepaalde diensten die ze nodig hebben. Aan de andere kant van het energiebedrijf van Suriname zit u dus dan de value chain, en dat is de generation, de opwekking, de transmissie, de distributie en het verkopen van energie. En dan heb je dus dan nog twee poten, en dat is de keuringen en de dochteronderneming van de EBS, en dat is gas. En daaronder zit je dus dan verschillende kernsystemen. Het zijn de CIS, die dwars loopt tussen drie verschillende domeinen. CIS staat voor Customer Information System, en dat ondersteunt verschillende belangrijke bedrijfsprocessen van de EBS. De meteropname, de facturering, het innen en customer service. Alus Ernie Wakijan, ICT-specialist van de NV Energiebedrijven Suriname. En daarvoor zag u Melvin Renfrum, hij is vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze spraken gisteren tijdens de ICT-workshop van de Nationale Assemblée. Deze studiebijeenkomst is onderdeel van de serie workshops DNA op weg naar een digitale Surinaamse overheid.